Beste aanwezigen, wat fijn dat u hier alle bent. Hartelijk welkom. Burgemeester, meneer De Vries. Ik heb net gehoord, meneer Jan Lagelaar, oud bekende, mevrouw van der Starre, twee dames van der Starre. En daarnaast ook de andere nabestaanden van de Merwede Gijzelaars, de veteranen, meneer Richard van der Poppel, die het monument gemaakt heeft. Fijn dat u er ook bij bent. Dat geeft nog meer beeld bij alles. En jullie natuurlijk, leerlingen van groep 8, groep 8A. Fijn dat jullie er zijn. Mooi dat jullie ook mee willen werken hieraan. En ook de verhalen hebben mogen horen. En er ook iets van gaan delen straks. Het is een bijzondere dag vandaag. 16 mei 2024. We zijn hier bij elkaar met de leerlingen van onze groep 8 voor de adoptie van het monument van de Merwede Gijzelaars en het herdenken van hen. Vandaag, precies 80 jaar geleden, 16 mei 1944, vond de Merwede Razzia plaats. Een belangrijk moment in de geschiedenis van Sliedrecht om nooit te vergeten. Deze dag werden 400 Sliedrechtse jonge mannen gegijzeld en weggevoerd. Sommigen leven nog. Samen met hun familie. En anderen zijn familie van nabestaanden die nooit zijn teruggekeerd. Dit verhaal dat nooit verloren mag gaan, maar dat herinnerd en herleefd mag worden, ook door deze en komende generaties. En daarom staan we hier vandaag, met onze leerlingen van groep 8. Als school vinden we het ook belangrijk dat onze leerlingen te vertellen en te betrekken bij de geschiedenis van 1940-1945. Vrijheid. Koester het en geef het door. Vrijheid is kwetsbaar en niet iets dat vanzelfsprekend is. Juist nu. Niet herdenken is vergeten. En vergeten is herhalen. Herhalen van het kwaad. Zowel van onverschilligheid als van haat. Waarom dit monument? Het verhaal hierachter van de Merwede Gijzelaars heb de leerlingen gehoord. Ze hebben hun gedachten over deze donkere tijd in Nederland op papier gezet. En een aantal gedichten zult u straks gaan horen van hen. 2 jaar geleden vertelde mijn schoonmoeder van de struikelstenen, die ter herinnering aan weggevoerde en omgebrachte Joodse families in deze tijd in deze wijk liggen. En door onze leerlingen jaarlijks worden schoongemaakt. Zij vertelde mij toen het verhaal van haar vader. En daardoor kreeg dit monument voor mij meer betekenis. Meer daarover hoort u straks. Graag geef ik nu het woord aan burgemeester De Vries. Beste aanwezigen, goedemorgen. Goed om hier vanmorgen te staan. Op deze bijzondere dag. Stil te staan bij het monument voor de Merwede Gijzelaars. Mevrouw van der Heer, ik zei het al, dit monument staat hier ter nagedachtenis aan de 589 jonge mannen die tijdens een razzia op 16 mei 1944, vandaag precies 80 jaar geleden, zijn opgepakt en weggevoerd. En sommigen van hen kwamen nooit meer thuis. Als we vanmorgen naar het monument kijken, dan zien we 3 sokkels. Het getal 3 is ook bewust gekozen door onze kunstenaar. En omdat niet alleen in Sliedrecht, maar ook in Haddinxveld-Giessendam en Werkendam mannen, jonge mannen, werden opgepakt. Op de linker sokkel staat een halve man. De andere 2 sokkels, die zijn helemaal leeg. En die lege sokkels, die staan symbool voor de mannen die niet zijn teruggekeerd. En ik wil jullie, in het bijzonder, jongens en meisjes, vandaag ook kort de persoonlijke verhalen vertellen van 3 Sliedrechtse Merwede Gijzelaars die nooit meer thuis kwamen. 1 van de slachtoffers van de vergeldingsrazzia was Klaas Guttenmoller. Klaas was op 16 mei 1944, 80 jaar geleden dus, op weg naar het station van Sliedrecht. Van daaruit wilde Klaas afreizen naar een onderduikadres in Soest. Dat onderduikadres bereikte Klaas nooit. Met vele andere jonge mannen werd hij naar de verzamelplaats bij de Grote Kerk hier in Sliedrecht gebracht.
Klaas heeft daar nog de kans gezien om zijn portemonnee aan zijn vrouw Margje te geven. Hij zei daarbij, daar heb jij met je drie kinderen meer aan dan ik. Klaas werd weggerukt bij zijn vrouw en zijn jonge kinderen, Pleunie, Wim en de baby nog, Teus. Hij zou hen nooit meer zien. Vanuit Sliedrecht werd Klaas naar kamp Amersfoort gebracht. Recent hadden wij daar nog een herdenking, waar ik ook samen met een aantal van u ook aanwezig mocht zijn. In november van 1944 is Klaas overleden in een concentratiekamp in Duitsland. En volgens betrouwbare bronnen is hij gestorven van de ellende, ontberingen en totale uitputting. In het kamp waar hij is overleden bleek hij te zijn ingedeeld bij het zogenaamde dodencommando. Dat betekende dat Klaas de lichamen van de overleden mensen moest afvoeren en begraven. Verschrikkelijke taak. En dit werk heeft gezien de barre omstandigheden en het karakter van Klaas waarschijnlijk ook mede tot zijn dood geleid. Klaas werd slechts 24 jaar. Hij ligt in Duitsland begraven. Maar hij heeft geen persoonlijk graf. Want na de oorlog heeft zijn familie geprobeerd hem in Sliedrecht te laten herbegraven. Maar omdat hij in een massagraf lag, is dat helaas niet gelukt. Gelukkig ligt er wel een struikelsteen voor Klaas. Voor Klaas Guttenmoller in Sliedrecht. Een steen in het trottoir voor het huis waar Klaas woonde. Precies 80 jaar geleden werd ook Pieter van Hemert opgepakt bij de razzia. Ook hij werd het slachtoffer van de vergeldingsactie van de bezetter. Enkele Duitse soldaten haalden Pieter uit het huis. En Pieter werd op zijn klompen naar de Grote Kerk gebracht. En vervolgens naar kamp Amersfoort afgevoerd. Na verloop van tijd keerden er opgepakte jonge mannen weer terug in Sliedrecht. Meestal kwamen ze aan, weer per trein, 's avonds. Het jongste broertje van Pieter, die heette Adriaan. Adriaan ging elke avond naar het station hier in Sliedrecht op de fiets in de hoop dat zijn broer Pieter ook uit de trein zou stappen. Maar iedere keer weer ging Adriaan teleurgesteld weer naar huis. En na een tijdje stopte Adriaan met zijn bezoekje aan ons station. Hij wist al hoe laat het was. Pieter kwam niet meer terug. En pas na de bevrijding hoorde het gezin van Pieter wat er met hem was gebeurd. Na een verblijf in kamp Amersfoort is Pieter naar Duitsland gebracht. Hij belandde in een werkkamp in Borne, waar veel gevangenen ook de dood vonden. Door totale uitputting en ook de slechte omstandigheden waarin zij moesten leven. Pieter overleed in februari van 1945 en werd slechts 23 jaar oud. De Sliedrechter Jaap van der Knaap was op 16 mei 1944 op weg naar de Alblasserdamse brug. Die kennen jullie misschien wel. Daar zou hij werken voor de Duitse bezetter. Hij heeft die dag niet meer aan die brug gewerkt. Op weg naar Alblasserdam werd Jaap met andere jonge mannen uit de bus gehaald. En bij de aanhouding heeft Jaap zijn broodrommel en drinken nog voor die dag achter moeten laten. En diezelfde avond heeft iemand zijn trommel en zijn drinken bij zijn moeder teruggebracht. Maar Jaap, die kwam nooit meer thuis. Hij overleed in november 1944 in een kamp in Duitsland, waar ook de omstandigheden heel slecht waren. Jaap van der Knaap werd slechts 19 jaar oud. Klaas, Pieter en Jaap. Jonge mannen uit Sliedrecht. Drie onschuldige Sliedrechtse jonge mannen die na de razzia van precies 80 jaar geleden nooit meer thuis kwamen. De lege sokkels van het monument voor de Merwede-gijzelaars staan symbool voor de ontvoerde jonge mannen zoals deze die nooit meer terug zijn gekeerd. En wij staan vandaag stil met de herdenking en overdracht van dit monument bij deze verschrikkelijke gebeurtenis. En dat doen we vandaag gelukkig in vrijheid. En ik wil jullie vragen om niet alleen vandaag, maar om ook vaker stil te staan hoe belangrijk het is dat wij in vrijheid kunnen leven. En dat kan stilstaan, dat kan bij dit monument,
maar ook bij de andere monumenten in ons dorp. En bij de tientallen struikelstenen die in de Sliedrechtse trottoirs liggen. Als je goed kijkt, als je gewoon door Sliedrecht fietst of loopt, zie je ze liggen. En enkele van die struikelstenen zijn ook neergelegd voor medegijzelaars. Ook dus voor Klaas, Pieter en Jaap. Wat hen en alle andere slachtoffers is overkomen, willen wij nooit meer. Wij willen geen oorlog meer. En daarom wil ik jullie vragen om niet alleen stil te staan bij onze vrijheid, maar ook op te staan als onze vrijheid in gevaar is. Jouw en onze vrijheid, maar ook de vrijheid van een ander in gevaar is. Sta samen op als de ander wordt gepest. Sta samen op als de ander niet mee mag doen. Sta samen op als de ander niet mag zeggen of geloven wat hij wil. Sta samen op als de ander wordt gediscrimineerd. Sta samen op als de ander niet mag zijn wie hij is. Sta samen op als onze vrijheid en de vrijheid van anderen hier in Sliedrecht, in Nederland en in de wereld in gevaar is. Overal waren soldaten die over de oorlog praten. Ze waren niet blij, ze wilden naar huis, want hier is het niet thuis. De mensen hadden veel angst, maar de kinderen die waren het bangst. Overal waren bombardementen en er waren veel Duitse agenten. In 1945 werden we bevrijd. Dat zorgde voor grote blijheid. De geallieerden waren geland en ze gaven de vrijheid terug aan ons land. Vrijheid voor jou en mij. Mensen die vluchten en mensen die zuchten. Overal is oorlog en heel veel bedrog. Heel veel mensen die zijn gegaan zonder dat ze iets verkeerds hebben gedaan. Mensen lijden heel veel pijn. Dat was echt niet fijn. Toch had men veel moed, want uiteindelijk komt het goed. Want gelukkig, na de regen komt altijd zonneschijn. Nu is dat voorbij. Er is vrijheid voor jou en mij. Dank voor jullie mooie woorden, mooie gedichten, die zo'n betekenis hebben. En die vrijheid aangeeft dat vrijheid zo belangrijk is. Ja, ik mocht ook een stukje delen. Ik gaf u wel aan dat dit monument meer voor mij is gaan spreken. Sinds 2 jaar, toen mijn schoonmoeder, toen ik vertelde over die struikelstenen, die ook gisteren weer schoongemaakt zijn door leerlingen van groep 8, dat dat jaarlijks gebeurde, vertelde zij mij een verhaal. Vanaf nu noem ik haar Leni van Genderen. Ze is 87. Zij begon te vertellen. Mijn vader, Jan van Genderen, geboren op 11 december 1909, was één van die Merwede-gijzelaars. Hij had in die tijd in Duitsland, niet in Duitsland gewerkt. Dit omdat een vriendelijke ambtenaar op het Sliedrechtse gemeentehuis had gezegd: je moet niet op je persoonsbewijs laten zetten dat je steenzetter bent. Ik wil er wel op zetten: bakkenschipper. Schippers hoefden in die tijd niet in Duitsland aan het werk. Totdat de dag kwam dat alle mannen die nog thuis waren zich moesten melden om als gijzelaar weggevoerd te worden. Dit was een vergeldingsactie voor een aanslag van het verzet op een groep landwachters in de nacht van 9 op 10 mei 1944. En het gebeurde bij de Helsluis. De bezetter vroeg de daders zich te melden. Kwam je niet, dan werd je doodgeschoten. Dus ook mijn vader, Jan van Genderen, ging naar de plaats waar de mannen zich moesten melden om te worden geregistreerd. Dat was bij de Grote Kerk. Mijn moeder, die erg ongerust was, ging achter hem aan met een oude fiets aan haar hand en een tas met wat kleren en wat eten. Ze wist niet hoe al die mannen vervoerd zouden worden. Maar het bleek dat ze lopend over de dijk richting Baanhoek ging. Er was een lange rij richting Baanhoek, de spoorbrug. Er was weinig bewaking bij die lange rij mannen die achter elkaar aanliepen. Maar de bewaking die erbij was, liep met geweer in de aanslag. Vluchten kon dus echt niet. Toen de lange rij mannen lopend in de buurt van de Tolsteeg kwam, het stuk dijk waar de Tolsteeg nu ligt, is Baanhoek, kwam er een plannetje bij mijn moeder op.
Ze was het hele stuk meegelopen en ze fluisterde mijn vader iets toe. Op dat stuk dijk waren veel stoepen naar beneden, zoals de tolsteeg er nu ook nog een van is. En er was niet veel toezicht. Mijn moeder deed alsof ze met haar fiets viel en ze begon hard te gillen. Au, au! In de chaos die toen ontstond en waar de bewakers ook op afkwamen, zijn verschillende mannen de stoepen ingevlucht. En bij mensen die daar woonden, naar binnen gehaald. Waaronder haar man Jan van Genderen en haar broer Kees Vonk. Toch zette niet elke bewoner zijn of haar huis open. Dit uit angst om ook opgepakt te worden door de bezetter. Mijn vader Jan van Genderen en Kees Vonk zijn ondergedoken en hebben als door een wonder de oorlog overleefd. Voor hen liep de razzia goed af. We hebben nog Emme, Noreen en Lara die ook een gedicht voor willen lezen. Een hoge prijs. Wij hebben het nu fijn, maar in andere landen hebben mensen pijn. Niemand wil een oorlog leven, maar in 1940 moesten zij het toch beleven. Voor vrede werd een hoge prijs betaald, maar veel mensen hebben de bevrijding niet gehaald. Na een lange strijd was Nederland toch bevrijd. Hopen en bidden. De oorlog was een vreselijke tijd, maar na 5 jaar zijn we eindelijk bevrijd. Wij zijn nu vrij, maar mensen in andere landen zijn nog niet blij. Niemand wil in oorlog leven, maar veel mensen leven nog steeds in angst en beven. In Oekraïne, Israël en vele landen is er nog verdriet en woede branden. Wij denken aan de slachtoffers van ruzie en woedestromen en hopen en bidden dat er vrede zal komen. Vanaf 1945 was de oorlog voorbij. Sinds die tijd zijn wij hier vrij. Het kostte levens en veel verdriet. Daarom vergeten wij de prijs van vrijheid niet. Oneerlijk. In het leven gebeuren dingen die oneerlijk zijn. Het doet mensen onnodig pijn. Overal kan het toeslaan, ook in Hardingsveld, langs de spoorbaan. Een bakkersknecht wordt neergeschoten. Het verzet lokt de NSB in boten. Bij de helsluis wordt wraak genomen. Daar kon de vijand niet ontkomen. Ze plukte jonge mannen van de straten. Hun familie was in alle staten. Wat was van de gijzelaars het lot? Hun leven gaven ze over in de handen van God. De mannen hadden kinderen die het hun leven lang zouden herinneren. In oorlog kunnen alleen verliezers zijn. Wij strijden voor vrede, van groot en klein. En dan komt de burgemeester samen met een wethouder. Zal de volgende kans hebben. Neerzetten met het eigenlijk. Ook zullen er rozen neergezet worden door vertegenwoordigers van de gemeente, nabestaanden, veteranen, leerlingen, ouders en overige belangstellenden.
zijn aan het eind gekomen van deze herdenking en de adoptie van het monument, wat ons blijft herinneren aan allen die voor onze vrijheid hebben gestreden en de velen die hierbij omgekomen zijn. Denk eraan dat je vader, je broer, je zoon niet meer terugkomt, weggevoerd wordt. En daarom, juist nu, niet herdenken is vergeten. En vergeten is herhalen. Herhalen van het kwaad. Zowel van onverschilligheid als van haat. In Israël, Oekraïne en vele landen is er nog verdriet en woede branden. We denken aan ruzie en woedestromen. En bidden dat er vrede zal komen.